Adem om te bewegen. Lucht om te leven. Daar heb je spierkracht voor nodig. Op de 1400 kinderen merkt op zijn vijfde jaar dat hij die kracht onvoldoende heeft. En dus ademtekort komt. Omdat dat kind een spierziekte heeft. Zo'n kind groeit op, komt in een rolstoel. En moet op den duur dagelijks beademd worden. Anders heeft het geen leven meer. Bij het Bio-Kinderrevalidatiecentrum worden kinderen met zo'n spierziekte behandeld. Met nieuwe technieken, nieuwe apparatuur, nieuwe behandelmethoden doet men er alles aan om hun leven te verlengen. En de kwaliteit van hun leven te verbeteren. Maar daar is veel onderzoek voor nodig. En dus veel geld. Gestimuleerd door de vereniging Spierziekte Nederland wil het Bio-Revalidatiecentrum dat geld bij elkaar brengen. Samen met de bioscoopbezoekers. Voor een acteur is het boeiend om een rol te spelen vanuit een rolstoel. Maar ja, het is voor mij maar een ding dat ik gebruik in de film. Ik bedoel, ik hoef er niet in te blijven zitten. Ik kan opstaan. Vechten voor je leven is meer dan alleen maar snakken naar adem. En dat zou het voor veel kinderen ook kunnen worden. Als er geld komt. Voor het onderzoek. Want dat is dringend nodig. U die daar zit met gezonde longen. Blaas eens in de bus.